Test. Ja. Goeiedag. Kunt u plaatsnemen alstublieft? Mijn naam is Bert Boerland. Hoeveel mensen doen hier nog waterval? Doen jullie nog waterval? Iemand nog waterval? Iedereen doet agile. Marketingafdelingen zijn aan het scrummen. De vuilnisophaler is aan het stand-up doen. Six Sigma, precies hetzelfde. De banketbakker gebruikt Six Sigma. Wat je eigenlijk doet, is een procesoplossing als oplossing gebruiken voor een organisatieprobleem. Dus het echte probleem is niet zozeer hoe je wat je doet, maar waarom je doet. Dat was ook volgens mij de boodschap van de Avocado Show. Er is een andere oplossing voor. Als ik met mijn developers praat over automatische updates van Drupal, zeggen ze, ach, vertrouw mijn gebruikers dan niet eens een klok, een wekkerradio toe. Nee, dat moet echt nooit dat gebeuren. Want je bent op dat moment met kalkoenen aan het praten over wanneer kerstmis is. Nou, straks gaat Alex Otte een verhaal vertellen over waarom managers, hoeveel mensen zijn die manager, overbodig zijn. En ik geloof dat van harte. Twitter, Google, Bol.com met 1800 man hebben Holacracy geadopteerd. En ik denk serieus dat als jij het niet doet, dat je concurrent het doet. En dat je echt, als je één ding uit deze hele dag meeneemt, dat je serieus naar kijken naar het Wikipedia-lemma van Holacracy en moet luisteren naar Alex Otte. Alex. Dankjewel. Nou, dank voor de introductie. Ik heb meteen vrienden gemaakt, begrijp ik. In de aankondiging staat dat ik een heel eerlijk verhaal ga vertellen over wat wij hebben meegemaakt in ons bedrijf de afgelopen jaren. En de term holacracy, of holocracy, zo staat overigens in het programma, staat holocracy, maar het is holacracy. Bijzonder op de zaak noemen ze het ook wel jolocracy. Het is een term die wij eigenlijk helemaal niet zoveel gebruiken. Wij gebruiken eigenlijk zelfsturing. En ik wil gewoon even jullie meenemen in wat we de afgelopen jaren hebben meegemaakt daarin. En nou, het is niet wat mij betreft de heilige graal, maar het is een verhaal wat misschien herkenbaar is voor jullie. Dit ben ik. Ik heb mijn plek hier te danken aan het feit dat ik bij de DDA zit. Ik heb een aantal DDA-leden gezien, de Dutch Digital Agencies. En ik kwam Imre tegen toen hij net lid was geworden. En ik weet niet wat ik gezegd heb, maar hij vroeg, wil je komen praten over je bedrijf en over holocratie? Eens kort even een kleine disclaimer. Ik ben geen goeroe, ik ben ook geen evangelist. Ik overdrijf soms een beetje. Ik vertel wel het eigen ervaring. En alle overeenkomsten met persoon of gebeurtenissen berusten louter op toeval. Ik heb dit verhaal namelijk ook een keer gehouden voor de DDA bij ons op de zaak. En er liepen allerlei collega's rond. Ik denk, altijd een beetje lastig als je anekdotes vertelt. Holocratie en zelfsturing. Ik gebruik even de termen door elkaar heen. Ik gebruik liever zelfsturing, maar ik heb eerst wat vragen aan jullie. Er zijn wat managers hier in de zaal. Wie werkt er bij een bedrijf die zelfsturing heeft? Of die zelfsturing doet? Ik zie wat twijfel, ja? Oké. Als je inderdaad het lemma op Google opzoekt, en ik zocht het verkeerd, hè, ik zocht op holocratie, maar het is holacratie, dan zie je dit is de definitie. Het is inderdaad een besturingsmodel waarbij je, zoals het daar staat, afstand doet van de traditionele top-down manier van denken en van werken. En waarbij je de mensen in de organisatie slim genoeg acht om beslissingen te nemen en dus de boel te besturen. Oké, waarom dan zelfsturing en waarom dan bij Estate? Bij ons hadden we gewoon, wij bestonden 22 jaar denk ik, 20 jaar met ons bedrijf. En we hadden gewoon een aantal problemen. En voor ons was de reden om over te stappen op deze manier van werken. Er waren eigenlijk drie dingen die daarvoor belangrijk waren. Enerzijds was een soort noodzaak ontstaan in de organisatie. Er was ook een soort overtuiging dat als je agile en scrum goed doet, dan kun je volgens mij ook wel met holocratie aan de gang of met zelfsturing. En we hebben ook gewoon een beetje geluk gehad. In eerste instantie even over de noodzaken. Wat was er nou bij ons aan de hand? De medewerkers werden ontevreden. Men vond het heel raar dat iemand aan het einde van het jaar, waar die nooit mee samenwerkte, een beoordeling ging geven over die persoon. Men vond het heel raar dat als ze vakantie wilden opnemen, dat naar de general manager moest of de operational manager. Men vond het eigenlijk wel heel vervelend dat de planning door een ander gedaan werd. Want die operational manager had als opdracht zorgen voor dat iedereen maximaal bezet is. Dus het kon voorkomen dat je op maandagochtend niet wist wat je op maandagmiddag deed. En onze operational manager was lekker aan het mini-stekken in zijn Excel-sheet, continu aan het kijken of die mensen in kon zetten. Super efficiënt, hoge mate van ontevreden medewerkers.
Maar je ziet ook staan, wij waren ontevreden. Ik heb Estate opgericht en ik heb dat samen met een compagnon gedaan. En wij werden een beetje moe van heel de dag allerlei microbeslissingjes nemen. En allerlei kleine dingen. Want je kunt je namelijk heel makkelijk onmisbaar maken door tegen iedereen te zeggen, nee, kom maar naar mij, dat regel ik wel en ik kan het beter beslissen. En we waren over de meest stomzinnige dingen waren wij keuzes aan het maken. En dat deden we nog goed ook. Dus je had een soort bestaansrecht voor jezelf ontwikkeld. Alleen na verloop van tijd dachten we, ja, waarom doen we dit nou eigenlijk? Dus medewerkers waren niet blij, wij waren niet blij. We waren al een aantal jaren met Scrum bezig. En wat zagen we daar gebeuren? Dat zonder dat ik erbij zat, projecten goed gingen, klanten tevreden waren en mensen hartstikke goede beslissingen konden nemen over zaken. En we hadden een ander dingetje. Dat noem ik nou even toeval of timing. Onze operational manager die had heel veel zaken geregeld. We hadden namelijk een soort piramide gebouwd. Wij wilden namelijk minder ons bemoeien met de zaak. Dus wat doe je dan? Dan bouw je er een laagje tussen. Operational manager, die ga je van boven op zijn kop schijten en van onder wordt hij in zijn zak gebeten door de medewerkers. En die had op een gegeven moment was hij klaar en hij zei, nou ik wil ook wel graag in de directie. En we hadden toen 30 man of zo, we zijn een beetje overdreven om met 3 van die zwaargewichten te zitten. Dus die zei, nou dan ga ik mijn hel ergens anders zoeken. En dat was voor ons een moment, oké, wat gaan we doen? Zullen we hem vervangen of zullen we nu eens kijken naar een andere manier van werken? We hadden ook het fenomeen dat de teams bij ons zeiden, ja, waarom bepaalt iemand van verkoop wie onze klant wordt? Want die verkoper of die salesmensen hebben blijkbaar een target en die moeten klanten binnenhalen. En dat gaat heel traditioneel, hè? Met een hoop tromgeroffel en bombarie wordt er een nieuwe goedgekeurde offerte naar binnen gesleept. En volgens is er een team die daarmee aan de gang kan. Hoezo worden wij daar niet bij betrokken? Wat is eigenlijk de rol van sales? Dat was echt wel een discussie bij ons. En we bestonden toen 20 jaar. We dachten, ja, dit is ook al een mooi moment om eens een keer de lakens op te schudden. Voordat ik ga vertellen hoe dit verder afloopt, eerst eventjes dit. De meneer op de achtergrond is professor Dr. Ron Meyer. Ik heb even zijn cv erbij gezet, meer om aan te geven dat deze man heel veel verstand heeft van hoe het in bedrijf aan toe gaat. En ik ben een keer naar een lezing van hem geweest. En die man die vertelt over agile leadership. En die begint met een fantastische anekdote. Die ga ik nog even vertellen. Hij zei, 20 jaar geleden werd het ministerie van Verkeer en Waterstaat kreeg de opdracht om minder verkeersdoden te regelen. Ja, dat klinkt een beetje gek. En toen zijn ze gaan kijken in omringende landen. In welk land denkt u dat er toen, 20 jaar geleden, minder verkeersdoden waren? Roep eens. België. Nee. Zweden ook niet. Griekenland ook niet. Duitsland ook niet. Sorry? Een omringend land. Het is Engeland. En waarom was het in Engeland? Vanwege de rotondes. Ja, omdat ze naar links rijden. Nee, vanwege de rotondes. Hij zegt namelijk, kijk, hier ziet u een standaard kruising in Nederland met rode lichten en groene lichten. We hebben met elkaar afgesproken. Bij rood moet je stoppen en bij groen kun je doorrijden. Maar ja, sommige mensen denken, nou, rood, rood, rood. Ik kan nog wel even. En je kunt hier zonder enige moeite met 180 km per uur over dat kruispunt. Maar iemand anders dacht, ja, groen, ik hoef niet na te denken, ik kan gewoon rijden. Maar bij een rotonde, zegt hij, daar moet je stoppen. Ja, je kunt 1 keer met 180 over deze rotonde. Maar je moet hier stoppen. Dus je hebt eigenlijk waar een soort, er is in het systeem een soort rem gebouwd. Plus je krijgt jezelf de vrijheid om te kiezen wanneer je die rotonde oprijdt. En dat zet dus iets aan het werk bij mensen. Dan krijg je een soort verantwoordelijkheidsgevoel. En dat heet dan in de wetenschap heet dat nudging. Maar als je dus nudging toepast in combinatie met iemand verantwoordelijkheid geven, dan gaan mensen dus automatisch verantwoordelijkheid pakken en zelf nadenken. En dat heet geloof ik de hard hand en de soft hand. Daar had een heel verhaal over. Maar dit vond ik zo interessant. Dat ik, ja natuurlijk, je moet eigenlijk meer rotondes bouwen in je organisatie. Om mensen als het ware via een bepaalde route te laten lopen. Of dingen juist niet te laten doen. Het eerste wat ik dacht is, ik doe de deur op slot als je je uren nog niet geboekt hebt. Dat leek mij een gave manier van nudging. Hebben we niet gedaan hoor. Maar dit leidt dus tot zelfregulering. Zo begon hij zijn verhaal. En toen begon hij vervolgens te vertellen over dat we 200 jaar geleden eigenlijk begonnen zijn met de manier waarop wij nu op dit moment onze bedrijven inrichten. Toen begon namelijk de industriële revolutie. Tot die tijd had je een smidse en die had een gezel
En die leerden het vak op die manier en klaar. En toen in één keer kwamen er fabrieken en moest je een manier bedenken hoe je 1000 man tegelijkertijd kon aansturen. Toen hebben ze teruggebladerd in de geschiedenis, toen kwamen ze bij het Romeinse leger uit, en ook later bij de katholieke kerk. En vervolgens zouden ze, als je nou een piramide bouwt, om de zoveel mensen zet je er eentje boven, dan kun je eindeloos lang doorgroeien. Dat is een beproefd concept. Maar hij zegt, ja, je moet in deze tijd moet je eigenlijk van piramide naar een pannenkoek gaan. Of zoals hij het dan noemde, van management naar leiderschap, of van moeten naar de moed hebben als eigenaar om je bedrijf anders in te richten. Want hij vertelde, we leven in een VUCA-wereld. Dan moet ik even altijd goed nadenken wat er ook bestaat. Volatile, uncertain, complex en ambiguous. En dat was natuurlijk 30, 40 jaar geleden wel anders. De wereld om ons heen verandert nou eenmaal heel snel. Er is niet meer één waarheid. En wat vandaag goed is, is morgen niet meer goed. Dus je moet veel sneller in staat zijn om te kunnen switchen. En hij vertelde mij, je moet eigenlijk een soort switch maken van profit naar purpose. Dat horen we natuurlijk ook overal. Je moet niet meer in hiërarchieën denken, maar probeer in netwerken te denken. En probeer nou eens te stoppen met controleren en geef mensen nou zelf de power. Organisaties moeten agile zijn, leiders moeten agile zijn. Nou, tot zover even professor Dr. Meijer. Maar hij had me wel aan het denken gezet. Maar ik kom even terug bij het verhaal, hoe hebben we dat nou bij Estate dan vervolgens ingevuld? Ook hier weer even een korte disclaimer, dit is niet de gouden formule. Dit is hoe wij het gedaan hebben. En we hebben vooral zo'n beetje alles fout gedaan wat we fout konden doen. Dus dit is meer een tip naar jullie. Als je hieraan begint, neem een paar van deze dingen mee. Ik heb ook aan het laatste sheet nog een soort van takeaway van dingen die je zou kunnen doen. Waar we mee begonnen zijn, is we zijn begonnen met transparantie. We zijn begonnen om alles wat wij aan data hadden, wat relevant was voor mensen, om die inzichtelijk te maken. Dus we hebben schermen opgehangen. En daar kon je precies zien hoeveel uur je declarabel was, wat de omzet was, wat het ziekteverzuim was. Want, zeiden wij, inspraak zonder inzicht levert uitspraken zonder uitzicht. Wat er gebeurde namelijk, wij zeiden op een gegeven moment, nou, we gaan met zelfsturing aan de gang. Wij nemen een stapje terug. Dat is fout nummer 1. Wij doen een stapje terug, we gaan op onze handen zitten en we kijken wat er gebeurt. En dan gaan op zich heel veel dingen goed. Maar je zag ook dat mensen gewoon op basis van te weinig of verkeerde informatie, mensen verkeerde beslissingen nemen. Dat kun je ze niet kwalijk nemen. We hadden ons bedrijf zit in Tilburg, we hebben een lokale voetbalvereniging, niet nader bij naam te noemen. En daar waren we al jarenlang, bouwden wij daar de website voor. En dat deden we eigenlijk door in ruil voor een paar stoelen en wat ledboarding. Er moest altijd geld bij, maar dat vonden we gaaf. En dat team die met die klant bezig was, die zei nou, we gaan een restyle doorvoeren. En dat hebben wij begroot op €50.000 aan uren. En het sponsorcontract was €30.000. Dus ik zeg, joh, hoe zie je dat? Nou, €20.000 marketingbudget. Dan hebben we het toch weer rond. Ik zeg, maar wat gaan we precies doen dan? Nou, we gaan met beacons werken. En we gaan, als je het stadion inkomt, krijg je aanbiedingen. Echt briljant gave ideeën hadden ze. Maar ze hadden niet nagedacht bij het feit dat die organisatie aan die kant het helemaal niet aankon. En ze hadden ook niet nagedacht bij het feit dat zij helemaal niet over het marketingbudget gingen, want dat hadden we zelfsturend bij iemand anders neergelegd. Dus toen hebben we uitgelegd dat dit misschien niet zo'n hele handig idee is. Een ander ding wat we gedaan hebben is, we hadden geen traditionele sales meer. Want de teams wilden zelf bepalen voor welke klanten ze werkten. Nou, dat is nogmaals op papier een hele grappige, makkelijke exercitie. Ook een hoop kosten gaan er in één keer weg. Want het zijn mensen die natuurlijk niet declarabel zijn, maar wel in je overhead zitten. Maar handig is anders. Want wat zagen we gebeuren? Dat als er geen werk was, dan pas werden mensen wakker en gingen ze nadenken over we moeten volgende week werk hebben. Maar we weten allemaal uit de praktijk dat je niet als je vandaag een klant belt, je morgen een werk hebt voor 3 maanden. Tenminste, dat is mij nog nooit gelukt. Daar moet je vooruit denken, je moet plannen maken. En soms, zeker als de projecten wat groter worden, duurt het soms wel 3, 4, 5, 6 maanden. Maar je zag dat als mensen eenmaal aan het werk waren, dan verloren ze de focus op vooruitkijken. Dus dit hebben we achteraf wel hersteld. Operational manager ging weg. Op zichzelf een goede keuze. Hij heeft heel mooi gezegd, ik ga de laatste maanden dat ik hier werk ervoor zorgen dat we zelfsturend kunnen werken. En eigenlijk als je de operational manager weglaat, dan gaat er niet meteen iets fout. En volgende week ook niet, en de week daarop ook niet, en een maand later ook niet. Maar op een goed moment merk je dat er op sommige dingen beginnen wat piepen en te kraken. Dit was namelijk een man die heel goed in staat was om continu contact te hebben met mensen. Die liep rond, die maakte praatjes, die overzag situaties, die wist waar de opleidingsbehoefte zat. En dat hadden we nu allemaal niet. Maar daar voel je niet meteen iets van.
Dat zie je niet terugkomen in je cijfers, je ziet het niet meteen in je medewerkers tevredenheid. Maar na verloop van tijd kom je erachter dat dat wel heel erg belangrijk is. Mensen hebben ook recht op een stukje aandacht. En die operational manager die had wel dat allemaal mooi voor elkaar. Dus daar was ook werk aan de winkel. Nou, nog even de rebranding. Inmiddels zijn we geen estate meer, zijn we onderdeel van We Are You. Dus dat is niet zo heel erg belangrijk. Maar het was wel een mooi moment om deze nieuwe manier van werken te introduceren. En wat hadden we bedacht? Ik had natuurlijk wat literatuur erover gelezen. Je moet dan met iedereen samen de strategie gaan bepalen. Nou, prima. Dus ik had aan mensen gevraagd, wie vindt dat leuk om te doen? Er gingen een aantal vingers omhoog. En toen zijn we met z'n allen in een soort hok gaan zitten. De leiding, de directie bepaalde wel de doelen. Maar de medewerkers mochten samen mee de strategie bepalen. Maar als je een groep mensen in een ruimte zet die het wel heel leuk vinden, maar het nog nooit hebben gedaan, dan krijg je een hele fantastische dynamiek. Er wordt namelijk niks besloten. Iedereen moet zijn zegje doen. Uren en uren wordt er gefilosofeerd over woordjes, over semantiek van een bepaalde zin. En uiteindelijk wordt er helemaal niks besloten en niks gedaan. Maar ik dacht, ja, ik moet me er niet mee gaan bemoeien. Ik zat letterlijk op mijn handen en op mijn tanden te bijten bij die vergaderingen. Want ik denk, ja, als ik nou ingrijp, dan zijn we weer terug bij af. Dan is er geen zelfsturing meer, maar dan heb ik weer de teugels in handen. Nou, dat is echt niet fijn. Dat zal ik je vertellen. Want wat gebeurde er namelijk? We hebben wel gezegd, jongens, we doen aan zelfsturing. Maar wat die Ron Meyer ook tegen mij zei, want die heb ik een keer uitgenodigd. Hij zegt, je hebt helemaal geen pannenkoek gemaakt. Je hebt een piramide gepakt, heb je de kop van afgehakt. Maar de rest van je organisatie heb je gewoon zo gelaten. Waar we dus achter kwamen is dat ja, de wet van Murphy toch bij ons al een beetje van toepassing was. Er ging een heel veel goed, maar er ging ook heel veel zelfsturend het ravijn in. Maar, zoals in ieder verhaal, er was hoop. Echt bij toeval, ik zit een blog te lezen van een collega bedrijf uit Breda. En die vertelt over het feit dat je subsidie kon krijgen als je een intranet in je bedrijf ging laten inbouwen, weet ik het wat. We hadden WBSO-subsidie, dus ik bel het bedrijf op wat bij ons de WBSO-subsidie regelt. Ik zeg, joh, ik lees iets over een ESF-subsidie voor als je je bedrijf beter maakt. Ja, klopt. Ik zeg, wij zijn bezig met zelfsturing, past dat? Ja, dat past. Nou, voilà, wij hebben dat met BDO gedaan. En we begonnen, let op, we waren toen al anderhalf jaar bezig, hè. En toen zijn we gewoon weer vrolijk terug bij af. Toen zijn we eindelijk gaan starten. Waar staan we nu eigenlijk? Dat hebben ze een nulmeting hebben ze gedaan. En we wisten ook helemaal niet welke normen er waren in zelfsturing. En nou, BDO had een model. Ik zal ze niet helemaal allemaal doorlezen, maar je hebt een soort vier levels. Zeg maar persoonlijk zelfsturend zijn, in een team zelfsturend zijn, over teams heen zelfsturend zijn en een echt zelfsturende organisatie. En de woordjes die vet zijn, zijn eigenlijk een beetje cruciaal. En we hebben een nulmeting gedaan. Ze hebben de directie geïnterviewd. En ze hadden alle medewerkers geïnterviewd. En dit was de uitslag. En in zo'n spindiagram zijn we een aantal segmenten waarop ze zeg maar toetsten hoe ver we stonden. En wat bleek? Nou, enerzijds helemaal buitenste randjes, zeg maar het hoogste niveau waar je zou kunnen zitten. Hier kun je twee dingen uithalen. Enerzijds, we zijn nog helemaal niet zo ver. Men vond zichzelf ergens op niveau 2 zitten. Hè? Op niveau 2. En er waren ook verschillen zoals wij dachten dat we georganiseerd waren en de mensen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar conflicten, daar dachten wij dat we al veel verder waren. Elkaar aanspreken op dingen en dat soort zaken. Hè, dus even de wake-up call was, ja, je zit ongeveer daar, Alex. En je ambitieniveau, nou, als je niveau 3 kunt halen, dan ben je al een hele jongen. Dus zoals ik al zei, terug naar af. Maar dit was echt wel de moeite waard. En toen zijn we allemaal dingen gaan doen. We hebben een inhaalslag gemaakt. We hebben allerlei trainingen gedaan. En dit eigenlijk ook wel hilarisch. Ik kwam er toen achter dat bijvoorbeeld bij alle vergaderingen die we hadden, zat er altijd wel een soort leider. Of de operational manager of ik zat daarbij. Dus die vergaderingen die liepen. Maar als je dan die leider er weghaalt, krijg je weer vergaderingen waarbij een groep mensen uit de zaal komt en zegt, heerlijk, lekker met elkaar bijgepraat. En de andere groep, de blauwe zal ik maar zeggen, die zegt, ja, hebben we weer niks besloten. Dus het probleem was, en dan kom ik weer even bij meneer Meijer. Hij zegt, het verschil tussen management en leiderschap. Hij had een hartstikke mooi vergelijk, en ik moet even, let op de tijd, even door nu.
Hij zegt, bij management is dit wat je hebt. Het is een positie die je krijgt, je wordt benoemd tot manager. Je hebt formele machten, tot zoveel mag je gaan, je mag dit, je mag dat. En voor een manager, daar moet je voor werken. En daar heb je altijd een calculerende relatie mee. En met een manager kun je hooguit zeg maar compliance krijgen van je mensen. Maar hij zegt, een leider, gaat het om dit. Een leider, dat kan iedereen zijn in je organisatie. Dat is een rol. Je heeft informele macht, daar wil je voor werken. Daar heb je, en dat is in dit MeToo-tijdperk een beetje lastig, een affectieve relatie mee. Maar wat je daar wel mee krijgt is empowerment. Ik zal deze slide even overslaan. En de directie, wij zelf, wat deden wij fout? Ik kom weer bij meneer Meijer, die zei, Alex, je hebt geen pannenkoek, je hebt een piramide waar je de kop van afgehaald hebt. En dat was voor mij echt wel een eye-opener. Hij zei, Alex, hoe heb jij je kind leren fietsen? Heb je gewoon een fiets gegeven en gezegd, nou succes ermee. Tegenwoordig moet je ook een helmpje doen en zo'n vlaggetje. In mijn tijd kon ik gewoon een fiets geven. Nee, natuurlijk niet. Je bent ernaast gaan lopen. Je bent er gaan rennen. Je hebt het op een veldje gedaan of op een plek gedaan waar het kon. Dat als hij zou vallen, dat hij zich niet zou bezeren. En op een bepaald moment fietsten jullie samen en dan vroeg je zoon, papa, hou je mij nog vast? En dan zei je, nee, dan had je hem nog wel vast. Of net andersom, ja, ik heb je nog vast, maar dat had je niet. En dan liet je hem los. Hij zegt, zelfsturing kun je alleen maar doen als je weet dat je het los kunt laten. En zomaar zeggen, jongens, vanaf vandaag zelfsturing, tot ziens, ik zit daar en als er iets is, dan hoor ik het wel. Gaat niet werken. Hij heeft deze cirkel bedacht. Ik begrijp dat jullie na de hand deze powerpoints krijgen, dus bestudeer die op je gemak. Maar die buitenste ring, die zegt dingen die je als management moet doen. En die binnenste ring, dat is wat je in je organisatie moet hebben. Er moet vertrouwen zijn, je moet mensen de mogelijkheid geven en je moet mensen, ja, als het ware, voeden. En aan de buitenkant, zegt hij, zorg dat je responsibility weggeeft. Geef mensen ruimte. Leg resources klaar. Nou, dat hadden we allemaal gedaan. Maar hij zei, heb je ook de roadblocks weggehaald? Heb je mensen ook aangemoedigd? Heb je mensen ook erkend? Dat hebben we allemaal niet gedaan. Want wij waren weg. Want wij dachten zo min mogelijk op de werkvloer, want anders zijn we te veel aan het bemoeien. Ander belangrijk punt, geef kaders. Jij blijft in controle van je organisatie, maar niet in de zin dat je iedere dag gaat bepalen hoe het gedaan moet worden. Maar wel geef je de ruimte aan waarbinnen je mag komen. Er is onderzoek gedaan, een schooltje gebouwd en er was nog geen hek omheen gezet. En de kinderen die bleven bij het speelkwartier heel dicht bij het schooltje. En op de dag dat het hek werd geplaatst, wisten de kinderen tot hoever ze konden gaan. Dan wil ik jullie medewerkers niet vergelijken met kinderen. Maar de vergelijking is op heel veel vlakken wel van toepassing. Geef kaders aan, leg duidelijk uit, dit is de manier waarop we het willen doen en binnen deze kaders gaan we werken. En er is niet één manier van leiding geven, er zijn er meer. Soms moet je heel directief zijn, dan kun je langzaam richting coaching, mensen supporten en dan kun je delegaten. En wij gingen van directing meteen naar hup, succes ermee. En nogmaals, dan gaan er heel veel dingen goed. Maar op hele lastige punten, bijvoorbeeld hoe kun je nou tussen teams dingen stimuleren, hoe kun je nou je opleidingsstructuur in je organisatie regelen. Als het echt organisatiebreed gaat worden, dan zie je dat mensen daar geen ervaring in hebben. En dan moet je af en toe nog wat directiever zijn, af en toe wat coachen, af en toe supporten. Want dan pas weet je wanneer je dingen kan loslaten. Laatste twee slides. Lukt dat nog in de tijd? Waar staan we nu? Er gaat heel veel goed. We geloven niet meer in die piramide. Leiderschap is wat mij betreft niet iets wat alleen de baas heeft, maar dat kan iedereen hebben. We hebben heel goed gekeken naar die cirkel. Waar moeten wij het nou in de organisatie nog beter doen? Mensen moet je trainen. Mensen weten niet hoe je iemand coacht. Mensen hebben nog helemaal niet geleerd feedback te geven. Een goede vergadering houden, dat is echt nog wel een kunst. En die directie, die moet echt op een andere manier zijn rol gaan pakken. Dus voor jullie, analyseer even goed je huidige situatie. Hoe empowered zijn de mensen nu? Hoe directief ben jij zelf in je organisatie? Hoe is de leiderschapscultuur geregeld? Train en begeleid, maar combineer dat met rotondes. Zorg ervoor dat er ook gewoon mensen niet na hoeven te denken, omdat ze bij wijze van spreken al onbewust dingen goed gaan doen. En het belangrijkste wat mij betreft, mijn learning is, en dat hebben we echt, dat had ik veel eerder moeten gaan doen, kaders geven in plaats van de boel bepalen.
En dan pas loslaten als je weet dat je kunt loslaten. In combinatie met niet iedereen kan op dezelfde manier aangestuurd worden. Dat was hem. Dankjewel. Straks een cadeautje, of had je al een cd? Ja. Okay. Zijn we allemaal om? Ja. Nog niet helemaal. Ik ben zelf groot fan van Asterix en Obelix, dus als dat de holacracy is van tegenover de Romeinen, die helemaal in een piramide georganiseerd zijn, ben ik helemaal voor. Zijn er mensen die hier een vraag over hebben? Dankjewel voor het verhaal. Belangrijke vraag, heeft het gewerkt? Ben je gelukkiger geworden? Ja. En je team gelukkiger? Ja. De kwaliteit van het werk is beter geworden. Ziekteverzuim is omlaag gegaan, medewerkerstevredenheid is veel hoger. En ik en mijn compagnon hebben ook weer tijd gekregen om die dingen te doen waar we goed in zijn en waar we ook blij van worden. Ja. En daar doe je het ervoor. Ja. Zijn er nog? Ja, Carol. Eén moment alsjeblieft. Ja, ik vroeg me nog even af hoe jullie klanten dit ervaren. Of zij duidelijk verschil merken wat hun feedback is. Klanten merken dit. Bijvoorbeeld op het moment dat een klant heel graag de baas wil spreken. Zeggen we, ja, ik ga hier helemaal niet over. Inhoudelijk weet ik helemaal niet. Daar moet u het team voor hebben. En ze kunnen ook tegen klanten zeggen, ja, sorry, maar het team wil niet voor u werken. En dat zou je vroeger, had de baas bepaald dat dat zou moeten. En nu zeggen de teams, nee, we vinden deze klant veel gaver. Of ook heel plat, als je heel transparant bent over wat mensen verdienen, wat er een project opbrengt. Dan zeggen mensen, wacht even, ik zit voor €75 per uur te werken voor deze klant. Ik ga naar die klant waar ik voor 90 of voor €110 per uur kan werken. En dan is mijn gesprek met die klant heel simpel. Ik zeg, ja, we moeten toch over de prijs hebben, want het team wil niet meer voor jou werken. Niet altijd. Maar ik moet zeggen, dat is wel een heel, heel mooi en sterk argument. Ja. Is er nog ruimte voor één vraag? Ja. Je hebt het over budget. Salarissen, hoe gaat dat? Bepalen mensen zelf wat ze verdienen? Ja. Dat is bij ons een thema. Ja. Enerzijds hebben wij een open salarishuis. Waarbij je weet, als ik een medior developer ben, dan is dit mijn range. Maar beoordelingsgesprekken doen wij niet meer. Dus men heeft een 360 manier van werken. De peers beoordelen het werk van jou bijvoorbeeld. En dan heeft ze nog wel één formeel gesprek. Maar dan laten wij de persoon eigenlijk alleen maar vertellen over hoe hij het jaar ervaren heeft. En dan laten we de salarissen zien. Dus dan zeg maar, wat wil jij verdienen? En de eerste keer toen we dat aan iemand vertelden, zeiden nee man, dan gaan ze meteen. Nee, ze weten precies wat ze waard zijn. Ze weten precies wat de buurman verdient. En dan zeggen ze ook, ja, ik vind dat ik ongeveer hetzelfde werk doe als Piet. Dus ja, dan dat. En dat, ze zitten er vaak dan hebben wij al in ons hoofd van, nou, er mag wel iets bij. En dan zitten ze nog vaak lager. Maar je hebt dus nooit meer discussie over dat soort dingen. Klinkt als een hele interessante optie. Mag ik je van harte bedanken namens de organisatie. Ja. Van harte bedankt voor graag een zeer inspirerend verhaal. Gaan we gelijk door naar de volgende spreker. Toen ik op de middelbare school zat, waren er Apple II's. Kennen mensen dat nog? En BBC Acorns. Die heette niet BBC Acorn omdat ze van de BBC kwamen, omdat er ook een programma was wat erover ging. En dat was mijn digitale leeromgeving. En toen ging ik naar de universiteit en toen kreeg ik Gopher. Kennen mensen Gopher nog? Dat is voordat er browsers waren, voordat het World Wide Web was. Niemand die Gopher vroeger gebruikte? Dat was mijn digitale leeromgeving. Tegenwoordig is het veel en veel beter, veel en veel mooier. En we hebben een sponsor talk over van Jasper over hoe de nieuwe digitale werkomgevingen voor leerlingen eruit zien. En ik denk ook voor leraren. Geef alsjeblieft een warme hand aan Jasper. Goed. Meteen maar even refereren aan die schitterende introfilm die wij hadden. Power of Imperfection. Ik heb vandaag al een hele hoop geleerd. Dit ben ik.
Ik zit ondertussen een jaar of 20 in IT. Heel veel verschillende technologieën gezien. Heel weinig markten gezien. Ik heb in de logistiek gewerkt. Software voor logistiek. En in onderwijs. Software voor onderwijs. En dat heb ik nu de laatste 5,5, 6 jaar in de Drupalwereld gedaan bij Finalist. En daar kan je me allemaal vinden. Waar we het over gaan hebben is Digital Workspace. Dat blijft toch even in mijn hoofd hangen. Jullie zagen net die rotonde. Dat is geen onderdeel van dit verhaal natuurlijk. Die rotonde, daar mocht je 180 km per uur over. En dat was natuurlijk een fantastisch verhaal. Maar ik zag maar één ding. En dat was de afslag naar links. De afslag naar Zuidland. Heeft iemand dat gezien? Afslag naar Zuidland? Ik ben geboren in Zuidland. Ja, dat blijft er toch even hangen. Kan je wel vertellen, daar rij je meestal niet 180 km per uur. Ik kom een tractor tegen, 30 km per uur, als het een beetje mee zit. Ik ga vandaag praten over de digitale werkomgeving, of over digital workspace. En dat is natuurlijk onderdeel van de grote boze trend van digital transformation. Want digital transformation of digitale transformatie is overal. Speciale woorden zijn ervoor verzonnen. Digitale geletterdheid, digitale volwassenheid, compleet met allerlei maturity modellen. En daar pas je dan ergens in. En ik ben 42. Ik pas in steeds minder van die boxjes. Als ik dat vergelijk met mijn kinderen. En een heleboel complexe terminologie, 21st century skills. Ik woonde een webinar bij van Gartner. En toen ging het over digital dexterity. 5 punten voor degene die weet wat dexterity is. Nee? Ik wist het ook niet. Nou, dat betekent dus dat je er niet zo goed in bent. Hadden ze best kunnen vertellen gewoon. Ja, prima. Maar goed, het is dus zo'n beetje een zonde om niet digitaal te transformeren of niet digitaal vaardig te zijn. En dat geldt wel helemaal voor je werkomgeving. Dus daar hebben we het over, hè? Transformeren van je werkomgeving. Zijn we heel druk mee, zijn heel veel mensen heel druk mee. En toen vroeg iemand, wil er iemand over praten? En toen stapte ik te laat naar achteren. En toen was ik aan de beurt. En zo is het gekomen. Dus ik ging eens even op zoek naar digitale transformatie en hoe dat dan allemaal ooit begonnen is. Het is natuurlijk heel lang geleden. Toen was de hele wereld zwart-wit. Was eigenlijk best fijn, zo achteraf gezien. Dus voordat er hele digitale transformatie was, toen zag de werkplek er zo'n beetje uit zoals dit. Maar goed, digitale transformatie is overal. Transformatie van de werkplek. Dus ik dacht, nou ga ik eens even kijken, wat is dat dan allemaal, transformatie van de werkplek? En toen kwamen mijn Google skills op dit. Hele kleine transformaties van je werkplek. Sommige mensen worden er best blij van, een dinosaurusje die dan in je papiertje hapt. Dit begint al een beetje digitaal te worden, daar aan de rechterkant. Werkplektransformaties. Nou, als je eenmaal dit aan het vinden bent, dan weet je het. Dan vind je alleen maar dit soort dingen. Sustainability is een ding in werkplektransformatie. Dus toen kregen we een groene werkplek en het werd alleen maar gekker. Ik hoop dat dit in Las Vegas is. Ik weet het niet. En zo, als je eenmaal doorgaat, ik zat nog niet eens op YouTube, maar als je eenmaal doorgaat, dan vind je de gekste dingen. Tot ik hieruit kwam, toen zat ik wel op YouTube. En toen zag ik ook een digitale werkplek. Een digitale werkplek in de handen van deze mevrouw. Hele kleine digitale werkplek, een hele succesvolle digitale werkplek. Want deze mevrouw is 3 uur verwijderd van het verdienen van $2000 met het uitzenden van een filmpje op YouTube op een digitale werkplek. Generatie Z, laat ik mij vertellen. Supergoed. Maar de digital workplace is dus nogal hot. Hij is overal, hij is plaatsonafhankelijk. Overal dus. En dan kom je hiermee.
Het is wel echt een fossieletje. Dus we zijn, dit is ook nog gewoon, toen ik startte met werken, toen kreeg ik er zo eentje. Ik denk als je daar die optilt, stopt er een batterij in. Hij doet het gewoon nog. Het is Nokia. Maar goed, de digital workplace, waar wij het over hebben. En ik heb het dan vooral over de digitale werkplaats in het onderwijs. En het hoger onderwijs specifiek. Als je daarna gaat zoeken, dan, word je, nou, dan krijg je ze om de oren. We hebben al een event in Nederland over een digital workplace. En als je ervan wil leren, nou, ga je gang. En ook allerlei afbeeldingen. Maar hoe zijn we nou eigenlijk hier gekomen? Waar komen we vandaan? In onze visie, in mijn visie, is de digitale werkomgeving eigenlijk heel simpel de volgende generatie. Het is de volgende generatie van dingen waar we eigenlijk elke dag mee bezig zijn. We zijn ooit begonnen met die zwart-wit foto. Toen kwam Microsoft Word en Microsoft Office. Toen kwam je SharePoint, dat bond het allemaal een beetje samen. En tegenwoordig wil je in de cloud, in Office 365 en in Teams, samenwerken in een digitale werkomgeving. Toen ik 5,5 jaar geleden bij Finalist kwam, toen hadden we het over een intranet. Maar goed, niet heel veel later hadden we het over een social intranet. En nu wil iedereen samenwerken in dat social intranet met elkaar in groepen. En dat is ook nodig. Dus hebben we het over een volgende generatie. Er is een volgende generatie tooling nodig. En dat is de digitale werkomgeving. In het hoger onderwijs hoorden we net in de introductie je ELO of je leersysteem. Elk systeem was een beetje los. Je moet overal even opnieuw inloggen. Ik zat op In Holland. Wij hadden volgens mij niet eens een digitale leeromgeving. We hadden wat applicatietjes hier en daar. Ik was toch vooral nog best wel veel aan het schrijven. Vervolgens, dat was ook al in de tijd dat ik bij Finalist zat, kreeg je allerlei applicaties die samengebonden werden. Een beetje logistieke functies voor het onderwijs. Dan heb ik het over je roosters en je cijfers. Een beetje dingen zien in een portaaltje. En dan heette dat een DLWO. Maar nu is iedereen natuurlijk in de cloud, is Office gewend, 365. Is gewoon zijn eigen Facebook en zijn Instagram gewend. En stelt diezelfde eisen. En je wil dus kunnen samenwerken in zo'n omgeving. En ook hiervoor geldt dan weer eens de volgende generatie van systemen, een portaal, is een digitale werkomgeving. Ja, en dan digitale transformatie in zijn algemeenheid. Hè. Je had losse processen, vervolgens ging je dat een beetje automatiseren, digitaliseren. Maar nu wil ik eigenlijk gewoon, maakt niet uit waar ik ben, mijn telefoon of mijn laptop wil me opstarten. En ik krijg alles naar me toe in één portaal. Allemaal processen bij elkaar, samenwerking bij elkaar. Met andere woorden, van al deze ontwikkelingen is er een volgende generatie en dat is één en hetzelfde ding. En dat is de digitale werkomgeving. Nou, dat is best mooi, want dat is een mooie opportunity. Maar goed, wat is dat dan? Het is geen Wikipedia, maar het is wel hele lange volzin. En dan hebben we in Nederland een organisatie in het hoger onderwijs, die heet SURF. En SURF is het ICT-kenniscentrum. En die weten dus wat daarvan. En dan laten we ons daardoor voorlichten. En die hebben een mooie definitie verzonnen van wat een digitale werkomgeving is. Het was vrij visionair, hè? Want dit zeiden ze eigenlijk 5 jaar geleden al. Ik heb het even makkelijk gemaakt voor jullie, je hoeft alleen maar oranje te lezen. Het gaat over een geheel van systemen. Je moet je voorstellen, je bent een bedrijf of je bent een hoger onderwijsinstelling. En draaien, nou niet 3 systemen, draaien niet eens 33 systemen, draaien waarschijnlijk wel 300 verschillende systemen. En al die systemen die richten zich op gebruikers, docenten, onderzoekers, studenten. En dat hele, die hele shabam, nou daarvan zegt SURF, dat is het. Dat is de digitale werkomgeving. Dus het hele IT-landschap van de instelling maakt, dat maakt de omgeving. En dan gaat er een beetje in een wollige zin, dat het dan vervolgens draait om de primaire behoeften van de gebruiker. Met andere woorden, iemand wil ergens op inloggen, heeft een portaal en wil eigenlijk dan alle diensten kunnen gebruiken vanuit dat ene portaal die in die 300 verschillende applicaties zitten. Nou,
Surf heeft er best wel veel woorden voor nodig gehad om dat te verzinnen. Maar, wel heel waar, Surf doet dat in Nederland. De digitale werkomgeving is echt niet een Nederlands ding. Het is heel internationaal. En je weet dat je trendy bent. Je weet dat je hot bent als Gartner zich ermee gaat bemoeien. Nou, dat hebben ze gedaan. Dus hebben ze een hype cycle gemaakt. Gartner maakt zo'n beetje van alles wel een hype cycle. Een beetje lastig leesbaar altijd. Maar wat eigenlijk om gaat, is hoe belangrijk die trend is. En Gartner zegt, nou, het gaat over samenwerken, het gaat over cloud analytics, het gaat over content, videocontent, noem maar op. Het zet ze een beetje op een mooie golf, kan je op surfen. En dan zeggen ze, nou, dit komt ongeveer in zoveel jaar en dat komt ongeveer in zoveel jaar goed. Dat betekent, het is nogal een grote trend, niet alleen in Nederland, wereldwijd is het een hele grote trend. En als gevolg daarvan zijn er heel veel partijen die denken, nou, daar kunnen we wel wat mee, daar willen we wel wat mee. Dus, al die partijen die denken, nou, mooie hype cycle, kunnen we mooi op meesurfen. We zetten een mooi omgevingje in elkaar, zetten een abonnementje op, gebruiken allerlei Microsoft tooling. En dan ben je klaar. Dat is hartstikke mooi, goede functionaliteit. Abonnementje afsluiten gebaseerd op Microsoft tooling. Maar je bent ook meteen beperkt tot die hoeveelheid van tooling die je hebt. En het is ongelooflijk standaard. Resultaat, een beetje 13 in een dozijn. Dus als je nu opnieuw gaat googlen naar de digitale werkomgeving, dan is de keuze te over. Wat nogal belangrijk is, dan in een onderwijsomgeving, maar eigenlijk in elke omgeving, is om even een stap terug te doen. En te bedenken, voor wie doen we dit eigenlijk? En met welk doel zijn we dit aan het doen? Het gaat niet om het middel. Het gaat niet om dat je een tooltje even van de markt aftrekt, van de plank aftrekt en aanzet. En dat iedereen kan zien wat hij morgen moet doen. Of dat hij 3 e-mailtjes heeft. Of dat er een les is uitgevallen. Dat is allemaal wel belangrijk. Maar dat is allemaal heel makkelijk. Nou, voor wie doe je dat nou? Wat voor doel heb je als instelling? Bijvoorbeeld, de tevredenheid van mijn studenten is ongelooflijk belangrijk. Er is een jaarlijkse enquête, dat heet de Nationale Studentenenquête. En er wordt gemeten hoe tevreden is men over de instelling. Ongelooflijk belangrijk ding voor hoger onderwijsinstellingen. Maar ook medewerkerstevredenheid is natuurlijk belangrijk. En als je de processen aan elkaar bindt, dan heb je ook al snel efficiëntie te pakken. Bespaar een kwartier per dag voor iedereen die zo'n ding gebruikt. 30.000 mensen in een grote instelling gebruiken zo'n ding. En je hebt al snel een forse besparing te pakken. Vervolgens ga je kijken, voor wie doe je dit eigenlijk? Dat kun je op allerlei manieren doen. Inzicht in de gebruiker. En dat kun je bijvoorbeeld doen door persona's op te stellen. Zodat je snapt wat voor soort mensen gaan hier eigenlijk gebruik van maken. Want die gebruiker, als je die gewoon een standaard tooltje voorschotelt, denkt hij dat is leuk. Maar ik ga even naar Google, want dat heb ik nu nodig. Dus die gebruiker die bepaalt zijn eigen weg. En die laat zich niet de wet voorschrijven. Dus die zegt, het is wel leuk dat je dit doet, maar volgens mij wil ik dat nu. En ik ga samenwerken in Google of in, noem ze maar op. Alles andere dan mogelijk wat de wet voorschrijft in een instelling. Dit is een belangrijke boodschap. En daar hebben we ook onze aanpak op aangepast. Dus als je dan even van buiten naar binnen, van de lange termijn naar de korte termijn kijkt, dan kom je hier in het centrum van deze aanpak uit op de gebruiker. Je doet het voor de mens. En we hebben een methode ontwikkeld, we gebruiken hier deze mensgerichte methode, die in 6 stappen tot een bepaald eindresultaat leidt, wat optimaal is voor een eindgebruiker. Belangrijke uitgangspunten. Belangrijk ontwerpuitgangspunt. Ontwerp voor time well spent. De social media zijn erom bekend dat je ontwerpt voor time spent. Spendeer zoveel mogelijk tijd op mijn YouTube of op mijn Facebook, want dan zie je mijn advertenties. Het levert natuurlijk een soort, die 300 km per uur door Instagram gedrag op.
een soort verslavingsachtige gedrag. En dat willen we niet. We willen gezond gebruik van de tooling. Dus ontwerp mensgericht en doe het op basis van time well spent. Nou, dan ga je dus aan de gang en dan kun je van alles bij verzinnen. Dus je gaat inleven, analyseren en je gaat experimenteren en testen. En experimenteren en testen. En experimenteren en testen. Totdat je iets gevonden hebt wat je kunt gaan gebruiken. Wat je kunt gaan uitrollen. Prototypes maken en testen. En als je dan eenmaal zover bent, dan moet je het natuurlijk gaan maken. Moet je het gaan realiseren en dan komt de technologie om de hoek kijken. Even over die technologie. Want ik had op mijn agenda had ik gezegd, we gaan het hebben over de rol van Drupal. We gaan het hebben over de rol van Microsoft. En Surf die zegt, nou, je moet eigenlijk kijken naar het geheel van systemen. En dat is eigenlijk je digitale werkomgeving. En verzin zelf maar even hoe je dat aan de gebruiker gaat presenteren dan. Dan is het wel van belang dat we even kijken naar hoe zo'n architectuur eruit ziet. En op wat voor manier je zo'n architectuur inricht om hem optimaal te laten werken voor jouw gepersonaliseerde digitale werkomgeving. Ook hiervoor zijn er weer allerlei knappe koppen die zeggen, doe het op ongeveer op deze manier, in dit geval Surf, maar ook de Nederlandse overheid. De Nederlandse overheid heeft iets gedefinieerd, dat heet de NORA. De Nederlandse overheid referentiearchitectuur. Er zijn allerlei architecturen van afgeleid. Dus ook eentje die heet HORA. En dat is de hoger onderwijs referentiearchitectuur. Nou. Even doorbijten, we gaan even door een stukje technologie heen. Die hoger onderwijs referentiearchitectuur die bestaat uit 3 lagen. Dus je hebt die 300 applicaties. Dat is je onderste laag. Al die applicaties die draaien en die een doel dienen. En daar staan ze. En die applicaties die moeten allemaal praten met elkaar. Al is het maar om gewoon financieel bericht uit te wisselen. Of uiteindelijk om je informatie aan de gebruiker op het portaal te voeden. Dus dan heb je een integratielaag. Onderste laag applicaties. Tweede laag integratie. Gegevensuitwisseling en API management. En vervolgens, als je dat geregeld hebt, dan kom je op de bovenste laag en dan heb je het over het portaal. En waar Surf zegt, de DWO is het geheel van systemen. Dus iedereen die denkt aan een DWO of een gepersonaliseerd portaal, die denkt eigenlijk aan die bovenste laag. Nou, wij hebben hier heel veel mee te maken. We werken heel veel in hoger onderwijsinstellingen. En dan zien we, en dat is niet alleen waar voor hoger onderwijsinstellingen, maar ook voor heel veel bedrijven, dat er allerlei uitgangspunten worden gehanteerd om zo'n architectuur neer te zetten. Namelijk, maak het allemaal zo standaard mogelijk. Gebruik best of breed. Ga cloud first, ga Microsoft first. En zorg dat je je compliance en je veiligheid op orde hebt. En dan zie je dat in zo'n hele omgeving, in zo'n architectuur, Microsoft eigenlijk een hele belangrijke rol speelt. Je ziet hem hier terugkomen in de samenwerkingsomgeving, Office 365 en Teams. Is er iemand die geen Office 365 gebruikt of Teams? Heel fijn. Ze zijn er dus toch. In hoger onderwijsinstelling, Microsoft is gratis. Dat is niet helemaal waar. Bijna gratis, je betaalt zo'n klein beetje. Dus de incentive om iets anders te gaan doen is vrij klein. Dat doen ze natuurlijk slim, want als jij klaar bent met je onderwijs, met je opleiding, dan weet je alleen maar Microsoft tooling. En dan ga je lekker dat gebruiken. En zo zie je dus op zo'n samenwerkingsomgeving Office 365 ontstaan. Op die integratielaag zie je Azure veel in gebruik. En dat is handig, want er zit best wel veel functionaliteit in. Ze hebben de compliance goed geregeld. Ook integratie gaat, ik zeg het schoorvoetend, in toenemende mate best heel goed met Microsoft. En wat ga je dan doen? Dus dan ga je de achterkant helemaal standaardiseren, zodat je de voorkant zo persoonlijk mogelijk en op maat kan maken. Maar goed, lekker verhaal op Drupal Jam. Ergens moeten we nog Drupal bespreken. Niet alleen Microsoft speelt een grote rol in onderwijs, ook Drupal speelt een grote rol in onderwijs.
Dit is een mooi statistiekje, maar die komt gewoon van de Drupal op de org-site af. 71% van de top 100 universiteiten gebruikt Drupal. Er zijn allerlei use cases te verzinnen. Websites, intranetten, social intranetten, leeromgeving, noem ze maar op. Komt natuurlijk door de modulariteit, door open source, al die voordelen, preaching to the converted hier natuurlijk. Dus de rol van Drupal in onderwijs is niet te onderschatten. Wij zeggen dan dus ook, we zetten Drupal precies daarin waar het in zijn kracht zit. Daar waar je een sociaal, flexibel, persoonlijk, gepersonaliseerd op maat portaal wil aanbieden aan je gebruiker, daar zetten we het neer. En zo ben je in staat om, als je de achterkant van je applicatielandschap helemaal standaardiseert, zodat je daarna nooit meer naar zo'n ingewikkelde plaat hoeft te kijken, want het is allemaal geregeld om de voorkant op maat, altijd op maat, aan te bieden aan een onderwijsinstelling. Daar is dus ook onze visie, ons product digitale werkomgeving, mijn finalist, op gebaseerd. Er zitten vier pijlers onder. Het is altijd gepersonaliseerd. Dat wat je ziet is voor jou. Het zit in jouw context. Het is altijd sociaal. Je kunt samenwerken. Je kunt bloggen. Je kunt dingen delen, liken. Je kunt altijd samenwerken. Dus waar die samenwerkingsomgeving bijvoorbeeld Office 365 is, Teams, Yammer. Daar gaan we ons niet tegen afzetten. Dat omarmen we. We omarmen dat en integreren dat. Zodat er één user experience ontstaat waar de kracht van Drupal in zit en wat gebruik maakt van de kracht van de rest van die applicatieomgeving. En tenslotte gaat het natuurlijk over het ontsluiten van zaken. Dat als ik als leerling inlog, nou, dan wil ik ook gewoon echt wel zien wat voor cijfer ik heb. Of dat ik een roosterwijziging heb. En wat voor ons belangrijk is, is dat we er vervolgens context aan meegeven. Dus hanteren we drie uitgangspunten. Mensen gebruiken alleen maar voor wat voor ze werkt. Dus omarm dat. Het DWO verschilt altijd per organisatie. Die 300 applicaties die is altijd anders. Ga naar de ene instelling of andere instelling, het is altijd anders. Het eindresultaat is ook dat het DWO er anders uitziet. Overal vind je natuurlijk wel je roosterwijzigingen, je cijfers, et cetera. Maar iedereen heeft zijn eigen doelen, zijn eigen applicaties, zijn eigen identiteit. En daarom verschilt het per organisatie. En heb je geen one size fits all aan de voorkant. En belangrijk voor ons is dat we context geven aan zo'n omgeving. Het is heel makkelijk om iets te ontsluiten. Het is heel makkelijk om mij te vertellen dat ik een 3,5 heb gehaald van mijn natuurkunde. Daarom heb ik het ook zo snel mogelijk weer laten vallen. Fijner om te weten is dat ik een 3,5 heb gehaald, maar dat ik meteen me in kan schrijven voor een herkansing. Bijvoorbeeld of een gesprek kan aanvragen aan mijn mentor. Dat soort context, dat is wat je wil meegeven. Hoe ver ben ik eigenlijk in mijn opleiding? Hoe ver zit ik op mijn 42 studiepunten voor mijn propeduizen? Zijn het er nog 42? En dan krijg je dus altijd andere resultaten aan de voorkant. Dit is dus een voorbeeld van dingen ontsluiten en van samenwerken en personaliseren. Bij het Grafisch Lyceum, waar je cijfers ziet. En waar ik gewoon te laat ben om mijn spullen in te leveren. Zoals rechtsonder te zien is. En als ik daarop klik, dan kan ik het meteen inleveren. En dan kan ik inleveren voor mezelf, kan ik ook inleveren voor de hele groep met wie ik die spullen heb gemaakt. En zo heb ik een andere klant, die dubbelklik. Als je hier meer van wilt weten, dan zit die Alex daar. Dan kun je daar meer over vertellen. En wat je hier ziet, is dat het er weer anders uitziet. En dat we dus offline en online met elkaar hebben gecombineerd. Dus dat iemand gewoon een code kan scannen en op die manier zijn spullen kan inleveren. We maken het sociaal of we ontsluiten de teams van Microsoft in samenwerkingsgroepen aan de voorkant. En we hebben het gehad over op wat voor manier we dat aanpakken. We hebben een mensgerichte aanpak. We hebben gekeken naar een stuk techniek. Bedankt voor jullie geduld. En de derde ingrediënt voor onze succesformule om dat DWO in de markt te zetten, is de domeinkennis. We weten wat er speelt in het onderwijs en dat maakt ons een hele gemakkelijke gesprekspartner. Zodat we heel makkelijk een portaalconcept kunnen neerzetten wat persoonlijk, sociaal is, wat gaat om samenwerken en ontsluiten. Wat de staande samenwerkingsomgeving omarmt,
wat vaak Office 365 is. Maar wat gebaseerd is op open source framework. Bovenop dat framework zetten we een paar componenten. Dat is allemaal standaard. En pas vanaf die componenten gaan we op maat zaken genereren en ontwerpen. We ontwerpen voor time well spent en voor aansluiting op de doelen van de klant. En dan kan er zoiets ontstaan, als voorbeeld. En dan scrollen we even door en dan zie je je cijfers, je resultaten. Je teams, gewoon uit je Office-omgeving, integratie daarmee. Maar ook je tijdslijn, delen met je vrienden en met je groepen. Dat was het, dankjewel. Dankjewel voor een heel inspirerend verhaal. De achterkant is helemaal gestandardiseerd. De voorkant is helemaal gepersonaliseerd. Superleuk. Dankjewel.